moet echt liefde hebben voor de mens. En verder kunnen kijken wat erachter zit. Iedereen verdient gewoon goede zorg. Ik ben Peggy Bakwoord, WLZ-verpleegkundige bij Zorglas Thuis. Het te zorgen dat de mensen de zorg krijgen die zij willen. En die zij verdienen, vind ik zelfs. Ondanks dat ze dementerend zijn, hebben ze nog steeds de regie over hun eigen leven. Ik heb slijtage in mijn rug gehad. Ik heb een jaar moeten revalideren. Ik heb 3 maanden lang in een bed gelegen. Op een gegeven moment werd ik ook wel heel ongelukkig hoe ik behandeld werd. Wat ik heb geleerd is de bejegening naar zo iemand toe. Iemand in zijn waarde laten. Niet alles over willen nemen, want ik ben ook nog mens. Ik ben wel ziek, maar ik ben ook nog mens. Ik denk ook dat dat straks de toekomst voor ook de reguliere zorg gaat moeten worden. Want zo maken we mensen beter. Van origine ben ik eigenlijk laborante. Ik zat echt puur achter een microscoop cellen te bekijken. Ook heel fascinerend, maar ik ben een mensmens. De waardering die ik krijg en de liefde die ik terugkrijg van mijn cliënten, dat geeft mij die energie om weer door te gaan. Ik kijk niet naar cijfers, ik kijk niet naar wie daar zit. Ik heb geen kleur, ik heb geen leeftijden. Ik werk gewoon met mijn hart.